Hoe gaat dat? Nou, dan zit dit teen die zit gefixeerd in één apparaatje. Hier hebben we nog iets, moet nog weghalen. Maar dan gaat dit apparaatje, dit manipulatortje, gaat onder dat puntje en dan buigen we dat puntje terug omhoog. Nu kan dat niet, maar ik moet nog een beetje schoonmaken. Ik kan er niet onder. Doet pijn? Ik kan het houden. Als ik te veel pen heb, zal ik het zeggen. Ja, geef mij feedback, hè. Van als ik iets aan het doen ben, dat ik het wel kan doen of niet kan doen. Ja. Of dat ik voorzichtiger moet zijn. Of ik moet met u samenwerken, want anders krijg ik het niet gedaan. Nee. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk zo dat het altijd een beetje pijn doet. Dat kan niet anders. Dus jawel. Maar het moet wel een beetje draaglijk zijn. Dacht ik. Die zit heel. Ja. Dat is logisch. Ja, door de druk. Door de druk. Mm. Nou, wat gaan hier zit ook heel. En dit heel. Dat moet weg. Anders kan het niet onder die nagel. En dat doe je met fissuurtje. Ja. Ja. Maar het is. Nou, we zijn nog heel lang met deze nagel bezig. Mm-hmm. Ja. Ik werk zonder water nu, hè? Ja, waarom? Omdat water. Dan voel ik niet meer wat ik doe. Ook dat. En het product hecht anders niet. Mm-hmm. En als zou het wel hechten, dan krijg je mooie lekkere schimmeltjes. Als het te vochtig is. Hoe gaat het met u?